Goedemorgen, het is vandaag donderdag. Ik ben kapot. Ik heb denk ik de afgelopen 3-4 dagen echt zo slecht geslapen. Ik ben gisteren wel redelijk op tijd naar bed gegaan. Alleen ik val echt zo laat in slaap gewoon. Ik weet niet wat ik eraan moet doen. Maar misschien, ik zat er weer aan te denken om gewoon weer melk te kopen. En dan voor het slapen gaan gewoon weer melk op te warmen met een beetje honing. En dan voor het slapen gaan drinken. En dan gewoon lekker te slapen of zo. Zo, ik heb me alweer klaargemaakt. Wat een verschil. Het ziet eruit alsof het echt heel lekker weer is buiten. De zon schijnt helemaal. Volgens mij is het gewoon best wel koud. Ik ben blij met make-up. Ik heb gewoon even een casual outfitje aangedaan. Zal ik even laten zien wat ik aan heb. Ik heb een crop trui aan. Ik heb een jogger aan van Boom Boom. Dat is echt super fijn. En ik ga gewoon even lekker van die Adidas sneakers eronder doen. Ik weet nou niet of ik het vast moet doen of los moet doen. Ik vind dat zo irritant. Deze vetertjes. Oh, nu wordt hij weer heel lang. Kijk, even van ver. Dit is mijn outfit. En deze schoenen gaan hieronder. Gewoon lekker casual. Jongens, wij zijn net langs de McDonald's geweest. We hebben daar even een... Klinkt wel raar als in de ochtend zijn langs de McDonald's geweest. We hebben een gehad. Dat is wat ik wou zeggen. Van, ik haal echt bijna elke dag bij de McDonald's een koffie. En elke keer zei ik in mijn vlog, McDonald's moet me echt sponsoren. En drie keer raden met wie ik een campagne heb, jongens. McDonald's. En wat mag ik promoten? Ik mag gewoon koffie. Ik mag een nieuwe smaak koffie promoten. En dat is dus een latte met stroopwafel. En die heb ik dus net uitgeprobeerd. En heb ik een foto mee gemaakt. En ja, I'm so happy. Is het latte of latte? Dat weet ik eigenlijk ook nooit. Volgens mij is het latte. Volgens mij is het latte. Want het is altijd een dingetje op de E, toch? Laat even hieronder weten latte. Hoe je het uitspreekt. Want ik weet het eigenlijk ook niet. Maar het is dus eigenlijk een smaak voor de herfst. En hij is er in november alweer uit. Dus het gaat heel erg snel. Waarschijnlijk als je dit ziet... Er staat hier al niet meer. Vandaag echt zo erg vuil, niet normaal. Wij gaan nu onderweg naar een tattoo shop. Hoe heet het ook alweer, Nessim, daar? Stax Tattoos. En ik ga vandaag mijn eerste tattoo nemen. En ik vind het zo... Nessim vindt het ook echt heel erg apart, want een tattoo nemen is eigenlijk echt helemaal niks voor mij. Ik zei altijd van, ik ga nooit tattoo nemen, ik ga nooit piercing nemen, want het is gewoon echt niks voor mij. Heel moeilijk, veel onder de zon. Maar ik ga dus vandaag mijn eerste tattoo nemen. En ik dacht altijd van, nee, geen tattoo, straks krijg ik spijt, dit en dat. Maar ja, ik heb vroeger ook heel veel niet gedaan. En daar heb ik weer spijt van. En ik denk van, ja, ik kan beter gewoon, stel voor dat ik er spijt van krijg. Dan heb ik wel gewoon, ja, hoe zeg je dat? Ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Spijt is voor onzekere mensen. Oh! Gewoon gaan, leven en doe je ding. Ja, gewoon live your life by the day. Ja, ik vind gewoon vanaf nu doe ik gewoon alles wat ik op dat moment wil. En ga ik niet denken van, oh, wat als ik spijt krijg, bla bla bla. Gewoon meer risico's nemen in het leven, meer doen wat je wil. Nou, wat een risico is dit. Het was een beetje over het algemeen praten. Ja, Nessie moest net foto's van mij nemen, maar het was dan zo grijnig. Ik ga een portret nemen van Dinar en Lira op mijn rug. Oh, trouwens, gaan wij nou matching tattoos doen? Ja, kan wel. Nee, kan wel, wil je dat wel? Ja, vind ik leuk. Mijn boeit er niet zo. Ik ga gewoon, ik kijk daar wel wat ik doe. Want ik wou al heel lang een Scorpio tattoo, zeg maar. Maar dan die symbool ervoor, die, zeg maar, die emmetje met zo'n staartje. Ik wil die heel graag en dan zo achter mijn oor. Want ik denk van, ja, als ik los haar heb, dan ziet niemand dat. En als ik mijn haar vast heb, dan zie je dat wel. En dan heb ik weer een beetje meer dat stoere look, zeg maar. En toen zei Nessie van, en Nessie is een ram. Je bent een ram, hè? Zo. Ik moet even nadenken. Dag Ben en Stier. Nessim is een ram. En hij zegt van, zal ik anders een ram hier achter mijn oor doen? En een ram is echt zo'n veetje. Ik vind dat ook best wel mooi. Dus ja, misschien krijgen we straks matching tattoos. Waar zijn wij? Hè? Waar zijn wij? We zijn bij Stax Tattoos. Laat het Mirjam maar even. Hij heeft een beetje getekend voor mij wat ik wil. En ik wil heel graag zo'n heel dunne, ja, ik wil gewoon heel dunne lijntjes. En dat heeft hij net voor me getekend. Het ziet er echt heel mooi uit. Hou het ongeveer zo. We gaan zo even hierop plakken. Met heel mooie dunne lijntjes. En ik wil ook heel graag versieren. Dus dit zo rechts rond de DM.
maar gewoon even zo. Meer. Ja. Hoe gaat het met de zenuwen? Je allereerste tatoeage. Hey bro, dit is wel een. Dit is een moment, hè, dit? Jezus. Haar allereerste tatoeage, man. Nee, ja, de allereerste, bro. Wil je hem echt achter je oor? Of nee. Iets meer naar beneden, zeg maar, hoogte van je oorbel? Ja. Oké, okay. Moet ik een kleine opscheren doen? Kleine opscheren? Heel klein beetje. Ik krijg echt paniek. Nee joh, is niks. Babyhaken. Kijk eens. Dit is weg. Dit is weg. Oké. Okay. Ah. En nu de rest nog, moment. Ja, baby. Dat was zo schattig. Oh, wauw. Mooi, hè? Het is wel hard, hoor. Echt? Ja, man. Het is wel leuk. Als je, ja, als je zo doet, dan rekt hij wel een beetje uit, natuurlijk, hè? Ja. Wat gaat er eigenlijk? Zal ik er een foto van maken? Ik kom alleen maar. Wacht. Blijf staan. Is die hoogte mooi zo? Zeker les? Ja, dat was niet veranderd. Oké, okay, hij had net eentje hierop geplakt. Ik vond het nog iets te groot, dus hij gaat een kleinere voor me maken. Ik vond het net iets te groot, hij is weer afgehaald nu. Maar we gaan voor een slag kleiner. Heb je er nog zin in? Dat is wel jouw eigen idee, hè? Niet opeens dat ik jou heb overgehaald ofzo. Ja, dat is juist wel. Nee, ik ook wel. Leuk hoor, weer. Oh. Dat ging snel. Bro, volgens mij was je echt in 8 minuten klaar ofzo. Of 6, niet eens. Ik heb echt niks gevoeld. Nee? Nee, ik voel het eigenlijk. Nou, wanneer is de volgende sleeve dan? Hij is echt mooi, man. Super clean. Kijk dan. Heel vet. Echt hard. Ik zit in de auto. Ik ga even langs de McDonald's even een paar snacks halen voor de mannen daar. En ik ga van mezelf even een cappuccino halen. Daar had ik echt heel veel zin in. Ik moet nog best wel wachten, want Nessie moet nog 3 tattoos laten zetten. Dus ik dacht, ik ga even langs de McDonald's. Ben ik ook even weg. Kan ik ook wat voor mezelf halen. En dan gaat de tijd ook wel wat sneller. Dat is een beetje de planning. Wij zijn net thuis. Wij moesten even een pakketje ophalen bij de buurvrouw. En we hebben echt een heel schattige buurvrouw. Ze is denk ik 80 of zo, denk je dat, Nessie? Ze is 80? Nee joh. Hoe oud is ze dan? Misschien 77, ik heb geen idee. Ik weet het eigenlijk ook niet. Maar we hebben een heel schattige buurvrouw. We woont alleen, dus we hebben daar eventjes gezeten en lekker gekletst. En we hebben een pakketje van Nessie. Hij is nu aan het uitpakken. Hij heeft een tas gescoord. Dit is de tas voor Nessie. Hij is wel mooi, man. Ja, ben je er happy mee? Ja, ik ben er wel blij mee. Wat vet. We hebben eindelijk de foto's binnen die we op vakantie hebben gemaakt met zo'n wegwerpcamera. We hebben echt zo grappige foto's. De kleuren op deze camera zijn echt gek en de meeste zijn echt met flits gemaakt. Dus ik heb overal zo'n witte kop. Kijk dan, ik ga stuk. Deze foto is echt cute. Dit is ook echt leuk. Deze is ook echt cute. Ik vond deze ook heel mooi. Ah, deze is echt leuk met al die toetjes. Dit was volgens mij onze laatste avond in Alanya. Bij zo'n cafeetje. Hier gingen we bowlen. Ja, hier gingen we bowlen. Zo grappig, deze foto's. Hier, laatste dag aan het editen met mijn theetje. Zo hebben jullie dus helemaal niet laten zien wat Nessie van tattoo heeft genomen. Maar ik heb hier dus een Scorpio, wat je nou eigenlijk helemaal niet ziet. Nou, ik heb volgens mij al 30 keer gefilmd hoor, dus je ziet het. Zie je het nu? Oh, beautiful. En Nessie. Oh, Ramboy. Kom eens hier dan. Kijk dan. Nessie heeft gewoon dezelfde tattoo. Even kijken, even zo. Maar dan
symbooltje voor ram. Ik vind die van jou echt mooi. Hij is ook net zo mooi, hij is net zo mooi dun gezet als die van mij. Moet wel even de rest ook even... Kijk, hij heeft nog een tattoo van Friends. Kijk hoe mooi deze is. Dat is denk ik mijn favoriet van de drie. Ja, blijf maar. En hij heeft hier nog een tattoo. En wat staat hier, Nes? Patience. Patience. Dat is een heel mooie lettertype die Nessie heeft uitgekozen. Ja. Nou, maar ik vind deze denk ik echt... Ja, dat is ook mijn favoriet hoor. Mijn favoriet. En die ram vind ik ook echt heel erg tof, want die heeft ook echt letterlijk niemand. Dus moet ik even mijn campagne afwerken en dan zo opsturen. En dan gaan we denk ik eten of zo. I don't know what the planning is. Nessie, jij moet nog naar Kruidvat om Bepanthen te halen voor ons, hè? Bepanthen. Ja, ik kom heel erg uit. Hij kwam er echt raar uit. Ik vind het zo stom dat ik mijn eigen tattoo niet eens kan zien. Dat is toch stom, ik kan mijn tattoo niet zien. Ik ben echt zo happy met mijn tattoo, jullie willen niet weten. Ik wou het echt al eeuwig en elke keer zei ik nee, tattoo is niks voor mij, tattoo is niks voor mij. Toen dacht ik, fuck it, waarom is een tattoo niks voor mij? Ik vind het fucking mooi. Oh sorry. Ik zie het alleen niet, maar ik vind het fucking mooi. Kijk, we zien beter. Mooi hè? Ja, heel mooi. Ik vind het heel kut om te zeggen, maar ik begin een beetje ziek te worden. Nee. En ik denk dus dat door die dag kom dat ik mee ben gegaan met Nessie naar Duinruil. Ik denk dat jij ziek wilt worden. Toen was ik meegaan, toen begon het te regenen en... Weet je, meestal als je zeg maar ziek begint te worden, dan voel je toch gelijk aan je keel. Dat is de eerste eigen stap, zeg maar. Wat is mijn meegaan? En dat is wat ik nu heb. Mijn Nessie is heel blij met de tas, hè. Mijn tas moet nog binnenkomen, ik heb een vintage tas. Heb je nou een tattoo? Raar. Ik heb een vintage tas gescoord waar ik echt zo blij mee ben. Heb je al gezegd van welke dingen het is? Nee, dan moeten ze nog raden. Raad hieronder welke tas jij denkt ik heb gescoord. Wat denk je? Je mag kiezen uit twee designers. Mag ik ze zeggen welke? Nee, want jij hebt geen verstand van wat de vrouwen nu helemaal hip is. Wel, of nee. Dior. Zo. Of Fendi. Oh, laat me hieronder weten. Hé, hey, die was goed, ik zeg je eerlijk. Beetje. Als ik dus dit voel, dat ik ziek aan het worden ben, moet ik dit achterover knallen. Gembershotje van Juice Express. Ik drink echt geen andere gembershotjes. Ik heb echt zoveel uitgeprobeerd. Zo smerig. Sommige mensen doen er peer in, weet ik veel wat. Ik vind het echt goor. Ik wil gewoon pure gembershotje met lekkere citroen. Oké. Lira, we gaan ervoor. Lira is hier. Oh, alles gaat open. Oh. Wij zijn gaan slapen. Ik voel me zo slecht. Mijn keel doet zoveel pijn. Ik ben eigenlijk gewoon weer wakker geworden omdat ik zorg keelpijn heb. Ik denk dat ik nu even vitamine C ga slikken. Want ik weiger gewoon om ziek te worden. Ik heb mijn eten besteld. Die komt pas over een uur, dus dan kan ik nog een uur in bed liggen. En tegen de tijd dat ze komen, ga ik even Nessie wakker maken. Even kijken of ik vitamine C heb. Oei. Ja, helemaal naar boven.